Het is februari en dat betekent maar één ding. In de achtste finale van de Champions League staat Benfica voor de deur. Een voor Ajax bekende tegenstander op het hoogste Europese niveau. In de kwartfinale van 1969 staat het eerste duel tegen de Portugezen op het programma. Er ligt sneeuw in Amsterdam, maar het blijkt dat het grote Benfica daar prima mee om kan gaan. Via een penalty komen de bezoekers op voorsprong. En even later wordt het ook nog 0-2. Het lijkt aan het begin van de tweede helft toch weer spannend te worden als Inge Danielsson de 1-2 maakt. Het mag helaas niet baten, want een kwartier later maakt Benfica de 1-3. En dat wordt gevierd met de sneeuw. En dus moet Ajax twee weken later met een hele slechte uitgangspositie naar Lissabon voor de return. En vanwege de lage verwachtingen is de wedstrijd niet eens live op televisie. Iets waar vast nog lang over is nagepraat. Want in Portugal stelt Ajax orde op zaken. Wederom is het Inge Danielsson die namens Ajax het net vindt, gevolgd door twee doelpunten van Johan Cruijff. Uiteindelijk wordt het ook hier 1-3. Na twee wedstrijden dus een gelijke stand, maar er is in die tijd nog geen sprake van een verlenging of strafschoppen. Er is dus een beslissingsduel nodig op neutraal terrein. En dat wordt Parijs. En voor het eerst ooit gaan er tienduizenden fans mee naar een uitwedstrijd. De wedstrijd zelf blijft lang onbeslist en dus komt er alsnog een verlenging. En dat wordt een van de meest memorabele verlengingen ooit. In deze heksenketel begon Ajax aan de derde wedstrijd tegen Benfica. Johan Cruijff maakt drie minuten na het begin van de verlenging de 1-0 voor Ajax. En daarna is het weer Inge Danielsson die weet te scoren. En dat doet hij niet één, maar twee keer. En dus wint Ajax alsnog overtuigend van Benfica met 3-0. De spelers zelf na afloop en de Franse hoofdstad later hebben het wel geweten dat Ajax de halve finale van de Europa Cup heeft bereikt. En vanaf dat moment behoort Ajax tot de Europese elite. De Amsterdammers komen tot de finale, die ze uiteindelijk verliezen van AC Milan. Drie jaar later staat de volgende ontmoeting met Benfica op het programma in de halve finale van de Europa Cup 1. En opnieuw is Amsterdam het decor voor de eerste wedstrijd van het tweeluik. En toen wonnen we thuis met 1-0. Het was weer zo'n prachtige pot. Ja, en ik was de gelukkige om die 1-0 te maken. Ik had gezegd, ik moest toch toevallig die kant op. Dat was een kopbal. Nou, ik heb hem weer teruggezien. Die zat er echt goed in. Met een goede uitgangspositie gaat Ajax twee weken later richting Portugal. Ajax houdt stand en vier minuten voor tijd komen de Amsterdammers goed weg. Want de scheidsrechter fluit niet voor deze handsbal van Blankenburg. Ajax dus door naar de finale. En daarin weer een tegenstander uit Milaan, net als drie jaar daarvoor. Dit keer is Internationale de tegenstander dat met 2-0 wordt verslagen dankzij doelpunten van Johan Cruijff. En dan spoelen we een heel stuk vooruit naar oktober 2018, de groepsfase van de Champions League. Geen keer aanzetten. Bal richting David Neres. Wordt daar gemist. Daar doorkomt hij. En is dat dan de mogelijkheid die zich ineens aandient? Die niet meer. Oh, Dolberg komt er niet aan. Masraoui. Ja! Alsnog in de extra tijd. In november gaat Ajax vervolgens op bezoek in Lissabon.
En daar kan de ploeg van trainer Erik ten Hag overwintering veilig stellen door gelijk te spelen tegen Benfica. Onana, daar zit hij helemaal mis. En hier is Jonas en is het 1-0. Kinderlijke fout van André Onana. Zie je. Tadic krijgt die bal en die moet hem raken en maken. En dat doet hij. Goal! 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 Ajax 1-1. Woensdagavond om 9 uur ontmoeting nummer 8 tussen Benfica en Ajax. Inzet, een plek in de kwartfinale.